Oeh. Ja, die gaat in één keer niet. Dat is je dat heet. Jullie hebben het ongetwijfeld meegekregen dat Piet Brink hier, goedemorgen. Goedemorgen. Bitterballen maakt in het Hollandhuis, 22.000 stuks. Ja. Die verhalen hebben we dan wel gezien, maar ik ben eigenlijk benieuwd hoe die Koreanen op jouw ballen reageren. Ja, hier op een traditionele markt. Let's go. Let's go. Oh. 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 Nou, dat was bijna al ongeluk. We come from Holland. And we have a very special Dutch product to eat. Want you taste it? 무엇을 맛보고 싶나요? Yes. Okay. Hot. It's a bitterball. Bitterball. A bitterball. Yes. I have a new Korean name. Biba. Biba? Yeah. Biba. Yeah. Delicious. Very, very good. Very good. Oh, very good. Als ik hier al die gedroogde vis zie, dan denk ik, nou, dan is zo'n bitterballetje van ademing. Ja. Oeh, ja, die gaat in één keer niet. Als je dat heet. Oh, hier Piet. Ja. Je bent er weer. Ze komt er geven op af. Oh. Hamza. Ja, Hamza. Ja, maar ik weet wat is Hamza? Ik geen idee. Nee. Maar, ze zeggen het allemaal. We hadden toch een tolk mee moeten nemen, denk ik, vandaag, Rick. Want ik sta er weinig van. Maar ze vinden het volgens mij wel lekker. Piet is alweer door. Heb jij enig idee waar een bitterbal de naam vandaan komt? Ik heb echt geen idee. Want een bitterbal is natuurlijk gewoon niet bitter. Nee. Nou, gekomen in de 80-jarige oorlog. Ja. Zijn die Spanjaarden naar Nederland gekomen, ja, of naar Europa. En die hadden al een soort tapas-achtige dingetjes, chorizo, kaas. En die ontdekte hier de brandewijn en het bittertje. Dat noemden ze in Nederland een bittertje. En zo is dus het bittergarnituur ontstaan. Het garnituur bij het bittertje. Het garnituur bij het bittertje. Je neemt de bitterballen niet kant en klaar mee, vaak in verpakt. Doe niet zo raar, man. Oh. Geen koffie. Oh, sorry. Dus je maakt ze hier met lokale producten? Ik maak het hier met lokale producten. Kroket. Ja? Deze is vegetarisch. Ja, het zal. Ja, of ze vindt bitterballen gewoon niet lekker. Nee. Ze zag die ballen van je en ze dacht van, nou, die moet ik niet hebben. Taste it. Oh. Hallo. Die reden gewoon mee vandoor, joh. Ja. Dat is de laatste, Piet. Missie geslaagd. Denk het. Goed gedaan. Ja, prima. Terug naar het Hollandhuis. Ja.